En na die geweldige prestatie van Nicky Terpstra in de E3 Harelbekerprijs gisteren in België, komt hier een groep DVS'ers lijkt het wel, met een fantastisch mooi shirt. De Veluwse Stoempers noemen ze zichzelf. Ze hebben 200 kilometer erop zitten. Ze zijn behoorlijk uitgeput en we proberen ze nu toch even een beetje te pakken te nemen. Johan, lekker, 200 kilometer, lekker? 175 heeft het gestopt vandaag, maar het was een mooi ritje. Ja? Mooi ritje. Wat een fantastisch tenue, het is ongelooflijk. Ja, het is mooi, het is geel-zwart. Ja. Het is DVS 33, daar doen we het voor. En hoe komen jullie zo aan dat idee? We zijn natuurlijk met allemaal oud-voetballers, vrijwilligers hier van DVS op 1A, in Harderwijken zitten wij. Rijdt wel in het geel-zwart. En je wilt toch het voetbal erin houden, dat geel-zwart. Dus zo is het geboren. Geweldig. Het voorbeeld was Zuidvogels, met de vlak op het shirt. Geweldig. En jullie zijn compleet? Jullie zijn met z'n 12? Nee, we hebben nog een paar mensen in het buitenland zitten. John Beumer zit in Amerika, Gert-Jan van Diest in Argentinië. Geen idee wat ze er allemaal aan doen zijn. Maar... Ja, fietsen jullie daar ook wel eens? Nee, daar fietsen we nog niet. Maar toekomst kan het. Wie weet, als je een beetje gesponsord wordt. Contacten zijn heel goed erin. Ja. Hartstikke goed. Nou, rust uit, hè. Want 175 kilometer, dat is niet niks. Oh, zo op een losse zaterdagavond. Zaterdagmorgen. En we gaan langzaam maar zeker natuurlijk naar deze club toe. Wat een schitterend initiatief en wat een fantastisch mooie shirts. Moet je kijken. Een paar mensen zijn redelijk uitgewoond, zie ik wel. Het is toch een behoorlijke tocht geweest. Ik zie daar volkomen uitgeput Martin Timmer niet in Harkema. Nee Piet, helemaal naar de malle moeder. Het was wel het doel, maar we hebben het niet gered. Net niet, hè? 175 kilometer. Ja, het seizoen is nog vroeg, dus we gaan er wel voor. Maar nee, het is op. Helemaal op? Het is helemaal op. En ik hoop ook dat we binnen DWS wat talenten erbij krijgen. En ik weet, er is één de Gode Te Leeuw. Die kan aardig fietsen. Ik hoop dat hij er snel bij komt. Dus. Helemaal top. Koos, nog steeds niet werkeloos. Nog steeds niet werkeloos, maar we hadden wel een zware rit vandaag. 175 kilometer, eerste van het seizoen. Nou jongens, ik heb achterin gezeten hoor. Als een stelletje jonge koeien die in de lente voor het eerst de wei ingaan. Ja, zo kun je het wel stellen, ja. Want sommigen die hebben goed getraind, anderen weer niet. Ik heb de hele winter heb ik niks gedaan, dus dat merk je dan wel een beetje. Ja, en dan toch gewoon 33 kilometer per uur gemiddeld halen. Nou ja, weet je, aan het eind van het seizoen zal het 33 zijn. Nu is het iets minder geweest. Iets minder? Wat schat je? 29,5? Nou, 26, 27. Dat is toch ook nog helemaal niet zo gek hoor. Ja. Om te beginnen is dat niet slecht. Zeker niet slecht. Wat een prachtig initiatief en wat een schitterende shirt. Ja, ik ben er ook heel blij mee. Ik denk dat iedereen ook het heel mooi vindt. En het is ook wel een visitekaartje. En laten we het gewoon deze kleuren maar op de Veluwe laten zien. Hè? Zwart en geel, dat is alleen maar goed. Ja. Jullie fietsen zeer regelmatig met elkaar? Ja, klopt. We gaan één keer in de week, dan hebben we nu gewoon verzamelen bij de Albert Heijn. En dan, dan fietsen we altijd zo'n 60, 70 kilometer op een donderdagavond. En anderen zijn nog lid van de vereniging, van de wielervereniging. Dus die hebben ook door de week nog wel wat andere ritten. En na afloop dan sluiten we het af met een lekker biertje. En dat gaan we vanmiddag gaan we zo meteen ook doen. Even een biertje. Je wordt wel gemotiveerd natuurlijk door die Nederlandse wielrenners. Hè? Bauke Mollema gisteren gewonnen. Nicky Terpstra gewonnen. Tom Dumoulin die gaat natuurlijk een fantastisch seizoen meemaken. Ja. Steven Kruiswijk nu in de ronde van Catalonia. Ja, nou, we komen helemaal in de moed op zo'n manier. En Nicky Terpstra gisteren ook, die er heel sneaky tussenuit fietst. En 30 kilometer alleen op kop. Dat is super, is dat. Hartstikke mooi. En Martin, jij niet mee met een uitwedstrijd, dat is toch een uitzondering? Ja, dat was toch even wennen. Dat was een moeilijke keuze, maar ja, je kunt je groep in de steek laten. En ik ga ervan uit dat we winnen, dus hebben we win-win. Hebben wij een leuke rit, DWS 3 punten. Dus wat dat betreft moet het goed komen. Fantastisch. Wat een mooi stel en wat een schitterend gezicht. Heb jij nog wat te vertellen, Koos? Nee, we gaan zo meteen gaan we even lekker douchen en daarna gaan we het afsluiten met een biertje. En dan is de start van het nieuwe seizoen is weer helemaal klaar. En zeer tevreden, opkomst is goed, 13 fanatieke wielrenners, dus we zijn er heel blij mee en we gaan er een leuk seizoen van maken. Clubhuis natuurlijk even naar Podium TV, Harkemaanse Boys DVS kijken. Ja, als we daar nog een flits van mee krijgen, dat zou mooi zijn. En een overwinning is helemaal mooi. Heel goed seizoen gewenst, jongens. Dankjewel, Piet.